Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Russell's Running Channel. Vandaag zouden we naar Marquise. Dat is niet doorgegaan vanwege het noodweer. Dus ik ben een klein stukje verder naar het zuiden van Frankrijk getrokken. En ja, wat we nou gaan zien... Kom maar mee! We zijn er bijna. Het mooiste stukje natuur wat ik ooit in mijn leven gezien heb. En ik zou zeggen, geniet maar even mee. Dit is het dan. Dit is Etretat. En nou is dus de bedoeling dat wij hier gaan rennen. Anders was het niet op Russell's Running Channel. Ik zeg jongens, ik ben er helemaal klaar voor. Ren maar lekker met me mee.
We'll be right back.
Ja, aardig hard bulten, heuvels, logisch in Frankrijk. En een paar van de grootste bergen aan zee die ik met eigen ogen gezien heb. Het is best pittig dit. Ik probeer nou nog even crisscross door Etretat heen te gaan. En ik denk niet dat dit een run van 15 kilometer wordt. En ook niet van 12. Dus we gaan nog even de mooiste plekjes laten zien. En daarna houdt het natuurlijk ook op. Maar we zijn er nog lang niet. Ik ga weer even door. Nou, de hele stad doorgekomen. Stadje.
En ja, nou is de bedoeling dat we daar nog even naar boven gaan. Ik hou mijn hart vast. En we gaan het gewoon doen. Wat kan het ons verrotten? Ik zie jullie boven. Tot zo. Dit is niet te doen, Lennart. Ik schiet wel een meter per seconde de lucht in. Lopen is dan moeilijk. Jongens, loop maar mee. Ja, yeah. Tot zo.
heb de top bereikt. Helemaal bovenop. Waar je daar naar kijkt, daar ben ik begonnen. Nou, helemaal naar beneden. Stadje door, boulevard over. En toen proberen hier de top weer op te komen. Het is een prachtig gebied. Ik herhaal, het mooiste wat ik ooit heb gezien. Ik ben echt kapot. We gaan door naar de afsluiting. Nou, dat was hem weer. Een behoorlijk parcoursje. Niet echt ver, maar mijn god, wat hoog. Jullie hebben waarschijnlijk aan de elevation meter kunnen zien hoe hoog het is. En ik weet in ieder geval dat het flink zwaar lopen was. En ik hield hem in ieder geval niet meer vol. Nou ja, ik ga in ieder geval heel erg veel genieten hier. Nog even in Etretat. En de volgende aflevering zitten we haast zeker op Mont Saint-Michel. Dat moet het mooiste stukje cultuur op aarde zijn, volgens velen. Nou, ik ben heel benieuwd. En ik zie jullie de volgende keer. En ik geniet hier nog even verder. Een prachtig stukje natuurgebied. Ik heb echt werkelijk, ik herhaal het voor de derde keer, nog nooit zoiets moois in mijn leven gezien. Tot de volgende.